twee assists en een goal. Dat zijn mooie cijfers van Sugawara. Een mooie bekroning voor zijn wedstrijd. Zijn voorbereidende werk. En daarmee gooit hij de wedstrijd natuurlijk wel snoeihard in het slot. Mensen door het midden, komt per toeval uit bij Mijnans. Richting Carlson, die moet spectaculair en die gaat spectaculair. En dan is het 2-0. 27e minuut. De voorsprong verdubbeld. Slading daar, die mislukt. Oh, Gerkes. Nou ja, dan maak je het nog af ook. Met rechts schuift hij hem binnen. En dan mag hij ongehinderd doorlopen. Een simpel balverlies. Zo'n paasje van Rooij op de Nane. Dat moet er geen probleem opleveren, zou je denken. Klaasie kan de problemen vergroten. En dat gebeurt inderdaad. Klaasie maakt de tweede. Santa Coloma houdt zich voornamelijk bezig met verdedigen. Men had ook niet anders verwacht. Pavlidis geeft de bal terug aan Ruben van Bommel. Die kijkt eventjes, ziet de keeper te ver voor zijn doel staan. En dan rondt hij dat verschrikkelijk mooi af. À la Van Persie zou je kunnen zeggen. Ruben van Bommel, 19 jaar, jongste speler op het veld bij AZ. Speelt de bal. Hier is Van Bommel en die jaagt hem even in de bovenhoek. Pavlidis wil natuurlijk graag een doelpunt maken en is hier vrij. Gaat de kans krijgen. Pavlidis! Zo de mooie! Zo maakt hij toch nog even zijn 18e van dit seizoen.